Hey, goeiedag allemaal. Welkom bij Dream Team Gaming. Hier even een video van Fishing Planet. Ditmaal zijn wij bij Mudwater River. En ga ik met jullie doornemen hoe je de meerval. En hadden we er nog een bij, even zien hoe heet die? De zwarte bullhead. Hoe je die kunt vangen. Als eerste zal ik eerst even de tijd checken. Als je bijvoorbeeld hier op 5 uur zit, dan ga je gewoon niks vangen. Dus dan moet je even tijd vooruit spoelen en dat doe je door als je aan het vissen bent of door op het T-toets te drukken. Koop ook altijd even een vergunning. Scheelt weer boetes. Kijk, als je dan dit hebt, druk je even op het T-toets. Ik heb dan helaas nou een cooldown, ik had de tijd al vooruit gespoeld. Vooruit, ik laat voor jullie toe gewoon zien, slaan het over. Kijk, krijg je dit mooie venster. Kun je de tijd aanklikken waar je heen wilt, tijd vooruit spoelen en hoppatee, je bent er. Goed, nemen we nu even door wat ik ga gebruiken. De Omnifloat 350 hengel. Dit is een level 3. Als molen de Minispin 1200 of 1200. Is ook level 3 als ik me niet vergis. Dan een dobber. Nou ja, die is wat hoger in level, maar dat geeft niet. Jullie eigen dobber wil ook prima. Dan 1800ste snoer, oftewel 0,18 mm mono. 1,4 kilo. Als haakje haak 2. En dierenvoer als aas. De visdiepte die wordt dus 2,50 meter of 250 centimeter. Dit wordt je stack, laatste nummers van de zomer. Nou, hier begin je dus, hier kom je. Loop je hierheen, hier een beetje naar links. Zo. Heb je hem gewoon zo'n beetje 10 tot 11 meter. Als het je lukt, als het niet lukt, 8 meter is ook prima. Tussen de 8 en 12. Laat je hem dobberen. Als je helemaal naar rechts bent uitgedobberd, haal je hem even binnen en gooi hem opnieuw in. Als het te lang duurt allemaal. En we hebben de eerste aanbeet en we gaan zien wat het is. De jonge kanaalmeerval, we hebben hem. 45 eurotjes, 13 XP. Dikke prima. Dus zo zie je, hier kun je ze vangen. Als je een iets betere uitrusting hebt, kun je hier dus ook de trofee exemplaren vangen. Van de bullhead en de meerval. En zo kun je eigenlijk ook goed geld en XP gaan maken hier. Voor wie het nog niet weet, hoe je dit blauwe dingetje op het water krijgt. Dus één keer met rechts klikken. En je hebt het. En dan kun je met links klikken. Gaat je indicatie. Klik je nog een keer op het streepje als hij daar is. En hartseflats. Je hebt hem daar liggen. Goed. Ook dat is duidelijk. Vraag je je nou af. Hoe krijg ik zo'n markeerboei? Druk even op M op je toetsenbord. Krijg je deze. Hartstikke idee, heb je hier plusje, klik je op, een merkteken op de laatste vis installeren, oké. Een abracadabra, daar hebben we er een, super. Nu weten jullie dus ook hoe je de meerval en de bullhead kunt vangen hier. En wens ik jullie heel veel succes met het vangen van de vis. En voor nu, bedankt voor het kijken naar deze video. Voor deze video handig. En heeft het je geholpen, knal dan even dat blauwe duimpje omhoog. En als je het kanaal wilt steunen, zou ook top zijn. Klik dan even onder de video op abonneren. Het is geheel gratis, maar je helpt ons enorm. En als je nog meer wilt weten qua vissen of wat dan ook, andere wateren of
Ja, zeg het maar. Knal dat in de reacties, dan help ik je daar ook mee verder. Indien ik het antwoord heb, natuurlijk. Goed, blijf gezond. Bedankt voor alles, jongens. En tot de volgende keer. Laters.